We openen het evangelie en we lezen verder uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 24, de eerste 12 versen. We horen het paasevangelie uit Lucas 24. Daar horen we het woord van God en op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden en sommigen gingen met hen mee. Zij vonden de steen afgewenteld van het graf en toen ze naar binnen gegaan waren vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 discipelen en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat, en ze geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Dit is het woord van God. Ik lees u als kernzinnetje voor de preek even vers 4 nog voor. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. En dan horen we ook van de reactie van Gods wegen. Even nog een vraag aan de kinderen. Wie van jullie heeft er de laatste tijd nog iets in gezaaid? Dat je zaadjes in de grond hebt gestopt. Er was dus een grote supermarkt die dat soort dingetjes weggaf bij de kassa. Ik zal de naam niet noemen. Ik zie nog geen vingers, of kijk ik niet goed? Wie van jullie heeft er wel eens iets in gezaaid? Jawel, Abigail. Ik kan het niet zo goed verstaan, maar ik geloof dat wel. Je hebt iets ingezaaid. Hey, en misschien kan een van de anderen dan helpen. Ja. Bij opa en oma, dat is mooi. En wat doe je dan met inzaaien? Wat betekent dat? Ja, zie je dat gelijk of niet? Zie jij dat gelijk? Dan ga ik eens bij opa en oma kijken. Ik denk dat de meeste van ons de ervaring hebben. Als je dat zaadje in de grond stopt, gaat er aarde overheen, denk ik ook bij jou. Dan moet je wel een poosje wachten nog, denk ik, hè? Toch wel, ja, zie je wel. Dus je gelooft dat er een bloem komt, maar je ziet het nog niet. Je ziet alleen maar die donkere aarde. Nou, de Bijbel gebruikt dat plaatje heel vaak voor Pasen. Dat betekent Pasen. Een zaadje gaat de grond in. Zoals de Heer Jezus ook begraven werd. En je zag er niks van dat het Pasen werd. Hij is opgestaan. En af en toe heeft hij iets van zichzelf laten zien. Dat hij het echt is. En dat zegt Pasen, zoals de Heer Jezus de grond inging. En is opgestaan. Zo wachten we ook nu. Er is zoveel de grond ingegaan. Wat bedoel ik nu? Je zou bij de begraafplaats kunnen gaan kijken in Gravenzonde. Dan zie je dat. Dan zie je helemaal geen Pasen. Dan zie je een graf. Dood. Maar nu we in de kerk zijn en het evangelie horen, zetten we een andere bril op. Want wij zien het wel niet, als ik naar het kerkhof ga, maar het wordt ons verteld. Het is geen dodenakker, maar het is een tuin. En het is wachten tot de bloemen gaan groeien. Dat is Pasen.
Het thema voor de verkondiging is: de levende verbreekt de verlamming. De levende verbreekt de verlamming. We hebben dat gezongen, hè? De Heer is waarlijk opgestaan. Verder gaat het niet. Dat krijg ik niet over mijn lippen. Halleluja. Er juicht geen toon. Er klinkt geen stem. Waar? In Jeruzalem? Of in Schavenzande? Dat je het halleluja gewoon niet over de lippen krijgt. Maar dat er in de sfeer van deze Bijbelwoorden een soort mist. Psalm 119, een deken, een wolkendeken over de paasmorgen ligt. Zoals bij die vrouwen, een sluier van verdriet, van gemis, van liefde. Zoals er op de paasmorgen een deken kan zijn van verdriet, van ongeloof. Van dat je denkt, ja, ik zit hier in de kerk hoor en het is mooi, maar het is veel te mooi om waar te zijn. Dit gaat er bij mij niet in. Zo'n deken in de kerk, van er wel zitten, er wel zijn, maar ook weer niet. Dat gevoel, dat ken je wel. Dan kan de zon buiten in Jeruzalem nog zo schijnen op die vroege morgen, maar het komt gewoon niet binnen. Zo zijn die vrouwen in druilerig verdriet op weg gegaan, nadat ze de rustdag hebben gehouden. Ze hebben de Sabbat gevierd en nu in alle vroegte kunnen ze doen wat ze willen. Ze gaan naar Jezus toe, althans naar zijn graf. Zij gaan wel, de discipelen, nee, die niet gezien. Ze gaan naar het graf of, wat eigenlijk letterlijk een paar keer in dit gedeelte staat, ze gaan naar de gedenkplek. Gedenkplek. Eigenlijk wel typerend in dit stukje. Dat je probeert de dood een beetje tegen te houden met zalven, met specerijen. Een soort van verlengd uitstel. Niet helemaal afscheid kunnen nemen van Jezus. Zoals je hier misschien kunt zitten en eigenlijk een wedstrijdje, een wedloop aan het houden bent met de tijd. Ik weet dat mijn tijd eindig is, maar ik wil nog graag dit en dit en dat in het leven. En dat is hard werken geblazen. En dan komen die vrouwen bij het graf. En dan blijkt dat wat ze aan houvast hadden, dat is dan ook nog eens een keertje weg in hun verdriet. Die steen, die toegangssteen tot het voorportaaltje van het graf. Je moet denken aan een grafkamer. Ik was het net vergeten te zeggen, maar ik zal ervoor zorgen dat je vanavond nog even een link krijgt naar een filmpje dat je het kunt kijken thuis. Hoe dat er ongeveer uitgezien zou kunnen hebben. Zo'n grafkamer waar Jezus ook in is gelegd, in de rotsen. Maar hoe dan ook, die steen die is weg. Dan begint het al een beetje te kriebelen. Wat is hier aan de hand? En dan naar binnen. Die rots in. En dan zoeken. En ze vinden het lichaam van Jezus niet. En dat zeg ik dan met één zinnetje. Maar zie, ze zoeken daar in het half donker. En de verbijstering, wat is dit nu? Op geen van die plekken waar die lichamen gelegd zouden kunnen worden, is hij te vinden. Zoals je dat misschien wel herkent als je naar het graf van een geliefde gaat. Je vindt niet wat je zocht. Terwijl het verlangen er wel is, ook op paasmorgen, te worden aangeraakt. Het verlangen te worden opgewekt. Moet je dan nog vragen wat de stemming is? Bij die vrouwen op paasmorgen? Nou, er worden wel woorden aangeweid. Maar er staat één ding voor. En dat belooft al wat. Want dat horen we heel vaak uit Lucas' mond. En het geschiedde. Zie, dan gebeurt er iets van de hemel midden in onze levens. En het geschiedde, zie. Wanneer? Toen ze daarover in twijfel waren.
twijfel is eigenlijk nog een beetje zacht vertaald. Ik wil eigenlijk met u even dat woord proeven. Er zit iets in van heel letterlijk, toen ze daarmee niet verder konden. Dat is natuurlijk letterlijk zo, hè. Je hebt die wanden van het graf en je kunt niet verder. Maar je kunt hier ook zitten en denken, ja, maar ik kan hier ook niet verder mee. Ik verlang wel naar Pasen, maar hoe dan? Hier kan ik niet verder mee. Ik ben radeloos. Vastgelopen zou je ook kunnen vertalen. Ze zoeken naar Jezus en krijgen niet wat ze dachten te vinden. Dan zit je vast. Ik sta met niets. In een leeg graf. Ga maar eens praten in zo'n spelonk. Dan klinken je woorden extra hol. Als je dan je woorden uitspreekt, dan hoor je de echo van je eigen woorden weergalmen tegen de wand. Misschien is dat wel je gevoel op Pasen. Je dacht iets te hebben, Jezus, en je hebt niets. En je denkt eventjes, was dit nou alles? Ik heb honderden keren gebeden. Was dat misschien puur inbeelding? Waren die woorden tot God niet meer dan de echo's van mijn eigen woorden in de ruimte? Hol. Ik heb me jaren toegewijd aan God, aan de kerk, aan de gemeente. Toewijding in tijd, in energie. En nu helemaal niets. Vind je het gek dat die vrouwen niet verder kunnen? Kunnen wij verder, als dat het is? Dat je denkt, Heere God, ik zit hier op Pasen, maar ik heb helemaal niks. Ik zie niets van u, ik ervaar niets van u, ik hoor al helemaal niets van u. Bent u er wel? Dan kan het wel Pasen zijn, maar Pilatus is nog steeds de machthebber. Dan kan het wel Pasen zijn, maar Caiaphas is er ook nog steeds. Is er dan wel wat veranderd met Pasen? Zo vraag je je af. Ze kunnen niet verder. Dat woordje van toen bij de Rode Zee, weet je nog wel, dat kennen jullie ook. Dat verhaal van Israël uit Egypte, op pad gegaan, want je had een woord van God gehoord. Nou, als God wat zegt, dan ga je. En ze waren gegaan op zijn woord, maar nu staan ze daar bij de zee. En ze kunnen niet verder. Geen kant op. Want voor je heb je dat water. En achter je, weet je, er komen de legers van de farao aan. Waar wil je naartoe? Je kunt nergens heen. Je bent verlamd. Je hebt geen geloof meer in je papbenen. Je kunt nergens heen. Toen ze hiermee niet verder konden. En ergens begint dat misschien te kriebelen. Dat woord van God. Ik had geluisterd, ik ben op pad gegaan. Maar dat woord van God, dat klinkt nu spotgoedkoop. Stelt dat wel wat voor? Ik kan niet terug. Wij kunnen ook niet terug. Wij kunnen de dingen niet ongedaan maken die we misschien het liefst vandaag nog ongedaan zouden kunnen maken. Maar vooruit kunnen wij dat wel? Deze week, dit leven, dit stervensproces, de Rode Zee, toen ze hier niet verder mee konden. Nog een ander woordje. Ik kwam het tegen in een stukje van een schrijfster van een jaar of 35. En zij beschreef het levensgevoel van haar leeftijdsgenoten. En ze noemde het woordje, toen dacht ik, hey, hoe kan dat? Buiten de kerk, dat woord. Dat hebben we misschien in de kerk ook hard nodig. Zij beschreef haar leeftijdsgenoten als ziels onzeker. Dat van die lege kamer. Wel overal je mening over kunnen hebben. Behoorlijk wereldwijs zijn, veel weten van de wereld, veel reizen hebben meegemaakt.
Maar als het gaat over die grote vragen van het leven, van hoe leef ik eigenlijk en wat is nu een goed leven? Met lege handen staan, je weg niet kunnen vinden in het leven. Dan even helemaal niets aan hou vast. Ziels onzeker. Of zeg je van, nou ja, ik ben een realist geworden. Ik neem het zoals het is. Ik weet dat ook wel van die lege rotskamer en geen lichaam, geen Jezus. Maar daar doe ik het gewoon mee. Dan moet er maar tevreden mee zijn dat dit het is en het niet meer wordt. Werkelijk? Want je weet nog wel van die momenten dat er af en toe door het leven zelf een beroep op je wordt gedaan. Toen je dat kleintje in je armen had. Toen je daar stond bij het graf en toen je dacht, maar dit kan niet alles zijn toch. Toen je even overweldigd werd op vakantie. Door schoonheid, door iets gaafs, iets heel moois. En je dacht, ben ik hier toevallig, zomaar? Zou hij er misschien toch zijn, God? En zou hij misschien toch van mij afweten en mij opzoeken? Ze zijn verlamd op Pasen. Maar op die paasmorgen klinkt er dan opeens een vraag. En die vraag die trekt hen los. En het gebeurde, het geschiedde letterlijk. Toen ze daarover in twijfel waren, zie. En dan weet je, dan komt er iets van de hemel. Twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Die verlamming wordt losgetrokken door een vraag, omdat ze op dat moment in die verlamming bezoek krijgen van de hemel. Gemeente, dat is iets om van op te horen toch op paasmorgen. Dat dat erbij staat gelukkig. En het geschiedde toen ze vol paasjubel waren. Nee, het geschiedde toen ze vastliepen. Pasen is er voor mensen die vastlopen met God. Pasen is er voor mensen die geen halleluja over hun mond laat staan uit hun hart krijgen. Die worden niet de kerk uitgestuurd. Je zingt eerst maar je halleluja en dan ben je welkom. Gemeente, dat vind ik zo genadig van God. Dat de evangelielezing op eerste paasmorgen niet begint met gejubel en gejuich, maar met getwijfel en getop. Nee, u heeft gelijk. Dat betekent niet dat je moet gaan verzwelgen in dat verdriet. Het betekent al helemaal niet dat je er genoegen mee neemt. Dat je Pasen gewoon lastig vindt. Omdat dat nieuwe leven bij God vandaan er zo weinig van komt. Of neemt u daar genoegen mee? Dat er zo weinig van Pasen doordringt in je leven. Vind je dat wel prima? Nee toch? Laat je dan vanochtend lastigvallen door een vraag van een boodschappenjongen. Zoals toen die vraag van de hemel. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Een vraag die eigenlijk nog niet eens klopt. Want ze zochten niet de levende, ze zochten de doden bij de doden. En ze zochten die doden en ze vonden niet. En dan dat genadige, dat de levende hen dan opzoekt op dat moment. Terwijl ze vastzitten in hun twijfel en ongeloof. En verdriet. En noem het maar op. Wat er tussen u en de hemel zit. Aan mist. Aan wolkendekens. Als je vast bent gelopen in het zoeken. Zoekt hij je vanochtend weer op. Waarom zoek je de levende bij de doden? Je mag protesteren hoor. Misschien zeg je ja, maar ik vind het gewoon heel teleurstellend op Pasen. Er wordt niet eens gezegd hoe hij is opgestaan. Dat moet ik dan maar geloven. En bovendien, als hij nou zelf, Jezus Christus, stralend was verschenen als koning van hemel en aarde op paasmorgen, ja, dan had ik het geloofd. Maar dit is toch zo kaal en magertjes. En moet dit dan alles zijn?
Een leeg graf, een woord van hemelbodes. Als dit dan toch het feit is waar alles om draait, waar alles mee staat of valt. Want als Pasen niet gebeurd is, gemeente, alsjeblieft, ga dan de kerk uit. Kom er nooit meer terug. Zonde van je tijd. Maar als het dan echt het feit is waar alles om draait, kan het dan niet een beetje duidelijker? Heere God, kunt u niet ietsjes concreter zeggen, dat van Pasen? Dat ik het ook begrijp en snap en dat ik wat bewijs in handen heb. Want daar draait wel alles om. Als het niet is gebeurd, gemeente, dan liggen mijn zonden in het graf. En dan gaan ze met mij mee. Dan red ik het niet voor God. Als hij niet is opgestaan, kan ik wel hopen dat deze wereld nieuw wordt. Kan ik wel wensen dat ik nieuw word. Maar het is alleen maar een wens, droom, een illusie. Want ik heb dan geen grond onder de voeten. Behalve dan dat verlangen. Dat geen mens kan leven zonder hoop. En zonder het verlangen dat alles nieuw wordt. Gemeente, het is allemaal best magertjes op Pasen. En Luther zei daar heel nuchter van. Ja, als we het allemaal konden zien, dan had je geen geloof meer nodig. En dat is wel heel kernachtig gezegd, ja. Want we hebben geen Jezus. Een leeg graf. En dat lege graf spreekt niet voor zich. Dat zegt niet, oh, dus hij is opgestaan. Dat zegt het lege graf niet. Er wordt ons wel gevraagd, maar kijk je wel op de juiste plek? Je bent zo ziels onzeker, maar hou je wel rekening met God? Dat hij een God is van levenden en niet van doden. Ben je niet te veel kijken bij wat past bij je berekeningen? En bij wat jou houvast geeft? Nu heb ik bewijs voor God, nu heb ik bewijs voor de opstanding. Reken je niet te veel met jouw verwachtingen van Jezus. Je zoekt op de verkeerde plek, zeggen de engelen met andere woorden. En dat wordt eigenlijk wel mooi gesymboliseerd, want ze zijn bang, hè, die vrouwen. En dus buigen ze hun hoofd naar de grond. En dat is eigenlijk wel bijna typerend, als die engelen dan die vraag stellen, wat zoek je de levende bij de doden? Je kijkt naar beneden. Je houdt rekening met je eigen mogelijkheden. Dan ga je naar binnen kijken. Dan draai je het zoveelste keertje het kringetje rond. Ik heb te weinig geloof. Ik heb te weinig berouw over mijn zonde. Ik heb te weinig dit. Ik heb te weinig dat. Loop je voor de 80ste keer vast. Stoot je elke keer als je naar beneden blijft kijken je neus tegen de wand van het graf. Om te constateren en toen je hiermee niet verder kon. Dat is het dan. Maar waarom zeggen die engelen, waarom kijk je dan naar beneden? Zoek je de levende bij de doden, daar ga je hem toch nooit vinden? Je zoekt wel, maar je zoekt niet op de goede plek. En wees gerust hoor, ik snap dat echt wel. Dat verlangen van u en van jou. En we hebben het er op catechisatie wel eens over gehad, maar ik denk dat we het in heel de gemeente erover kunnen hebben. Het zou zo fijn zijn. Als je me in onze wereld vandaag zou kunnen aanraken. Het zou zo fijn zijn als er vandaag om 22:50 in de Maranaten een wonder gebeurt. En dat hij verschijnt. En dat je kunt zeggen, zie je wel? Gelukkig. Het is echt zo. Want dan kan ik hem vastpakken en heb ik hem vast. Maar hij zegt op die plek, op die manier laat ik mij niet vinden. Hij zegt, waarom zoek je mij niet op de plek waar ik mij wel laat vinden. Want ik laat mij vinden. Maar dan op mijn manier. En dat is die manier die de engelen doorgeven. Met die vraag en vervolgens die verwijzing. Hij is hier niet. Maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden. En op de derde dag opstaan. Waar laat Jezus zich vinden op de eerste paasmorgen? Hij laat zich vinden via de boodschap van de hemel. Via de verkondiging. Door die boodschappen, jongens. En die engelen geven geen bewijs. Ze maken twee gebaren, als het helpt om te onthouden. Twee verwijzingen.
Ze wijzen naar boven en ze verwijzen naar voren. Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Maar dat belooft al wat. Hij is opgewekt. Want dat betekent, hij is wakker geworden? Nee. Hij is wakker gemaakt. Zoals jij misschien wel vanochtend op die akelige klok een uurtje is verschoven. Dat je werd wakker gemaakt door de hand van je vader. Het is tijd. Ik zeg het maar even heel menselijk. Maar zo is hij wakker gemaakt door de hand van zijn vader. Voor dag en dauw. De zon begon, ging nog maar net op. Hij wordt wakker geschud. Hij wordt opgewekt. Gemeente, dat is maar één woordje. Maar dat betekent dus dat God zich bemoeit met deze wereld. Dat hij die verlamming van het graf heeft doorbroken. Die muren aan de kant van dood. En noem al het ellendes maar op. Dat er een God is die zich blijkbaar bemoeit. Niet alleen met de wieg, met kerst. Maar dat een God die zich bemoeit met je geboorte. Dat hij zich ook bemoeit met je sterven. Met het kruis, met het graf. Dat hij dus de levende is. Dat hij zich vanochtend met je in de weer, met je in de weer is. Dat hij zich laat vinden. Dat hij je vragen stelt. Zoek je wel op de juiste plek eigenlijk. Als je mij zoekt. Dat hij het ziet dat van je niet verder kunnen komen. Van je vastlopen met hem. En dat hij daarop reageert. De engelen verwijzen naar boven. Niet als bewijs. Het wordt je verteld. Hij is opgewekt. En ze verwijzen naar voren. Naar voren. Ik zal u eerlijk bekennen. Ik ben er maar even ondeugend van uitgegaan dat je je Bijbeltje voor je open hebt. En als je niet gewend bent, doe dat alsjeblieft. Dat helpt echt. Als dit het woord van God is. Ze worden naar voren verwezen. Kijk eens voor je. Je hebt het woord van God voor je neus. Dat is de manier waarop ik me laat vinden. Die bange, verdrietige, ongelovige vrouwen. Die worden verwezen naar de woorden van Jezus zelf. Daar laat ik mij in vinden. Ik heb tot je gesproken en dat doe ik vandaag nog steeds. Ja, ik moet u eerlijk bekennen, dat woordje herinner u is wat dat betreft een beetje ongelukkig. Vond me dat gisteren of eergisteren ook al gezegd. Letterlijker staat er gedenk. Wat is het verschil? Nou, bij een herinnering kun je denken aan voltooid verleden tijd. Dat is afgesloten, toen en daar. Maar eerlijk, wat heb je er vandaag aan? Om een beetje te horen over vrouwen van 2000 jaar geleden bij een leeg graf. Niet toch? Maar hij is de levende. Gedenken wil zeggen zoals hij toen was. Zoals je hem toen zag en hoorde. Zo is hij vandaag. Zo is hij de levende. Zo staat hij voor je om te spreken. En naar wat voor woorden verwijzen die engelen dan? Naar de woorden van Jezus zelf. Dat hij, de zoon des mensen, de rechter. Dat kan helemaal niet, hè? De rechter wordt overgeleverd. Om gekruisigd te worden. En om op de derde dag opgestaan. Dus wat is de verkondiging van Pasen? Wat krijg je vanochtend te horen? Jezus is opgestaan. Nou zeg je, was ik daarvoor naar de kerk gekomen? Dat wist ik al lang. Had ik kunnen blijven liggen? Nee. Goddank staat het er. Jezus is de opgestane. Waarom Goddank? Dat betekent dat de opgestane ook de gekruisigde is. Dat betekent dat de opgestane de levende is, dezelfde is. Die wilde boeten aan het kruis. Die wilde bloeden tot de dood. Die ten onder wilde gaan aan zijn liefde voor zondaren. Dat is de opgestane Here. En dan zeg ik niet, hè, dat wist ik al lang. Maar dan zeg ik, Godzijdank. Dan bent u vandaag nog steeds zo. Als ik over u hoor en lees hoe u in de evangelieën rondging, preekte,
genas, hoe u zag, hoe u sprak. Dat betekent dat het paaslam aan het kruis aanvaard is door uw vader. Dat als ik mij aan u vasthoud, dat mijn zonden echt achterblijven in het graf. En dat u belooft dat ik achter u aan mag. Dat ik ook door de dood heen mag opstaan met u. En dat alles, alles achterblijft wat niet mee mag. En dat het echt zeker is. Als het Jezus is die is opgestaan, is het dezelfde die aan het kruis hing. En die een misdadiger de gemeente inzaligde. Maar als u zo bent vandaag, dat wil ik wel horen. De levende verbreekt de verlamming. En als je die verlamming, dat niet verder kunnen zat bent, dan zeggen die engelen dus vanochtend, hij is opgewekt. En kijk naar voren, naar die woorden van God. En hoor wie hij is. Hoor hoe hij zich laat vinden. Het is de mond van God die je van je verlamming afhelpt. Zo kwetsbaar, zo weinig indrukwekkend is Pasen. Woorden. En Jezus zegt, ik ben de levende. En het zijn deze woorden als mijn mond tot jou. Op die manier doorbreek ik dat. Van dat verdriet, van die twijfel, van die radeloosheid. Van die dingen in het leven niet bij elkaar kunnen krijgen. Dat is mijn manier van Pasen. Maar als dit dan de mond van God is. En ik doe dit. Dan hoor ik niks. Dus als je nou op zoek bent naar God en hoe hij is en hoe hij spreekt op Pasen. Laat dan dat woord van God niet dicht. Maar hoor het van dichtbij, aan je eigen oren, de levende. Het is zijn manier om het zo te doen. Woorden van toen voor nu. Woorden vandaag. En dan komt er toch iets van Pasen, ook bij die vrouwen. Van in beweging komen in plaats van blijven zitten. Van verlamming. Zoals het misschien vandaag, dat zou toch wel mooi zijn, dat je misschien wel zo vaak het paasevangelie hebt gehoord. Je wist het wel. Zoals die vrouwen ook, die hadden echt wel die woorden van Jezus gehoord hoor. Dat hij zijn lijden aankondigde en dat hij beloofde om op te staan. Ze hadden het allemaal gehoord, maar het ging ook weer langs je heen. Ze kunnen misschien over meepraten. Ik heb het zo vaak langs me heen laten gaan. Maar op de een of andere manier heeft hij mij zo aangeraakt met die woorden van hem. Dat ik er toch van ga zingen. Dat toch de zon doorbreekt bij dat lege graf. En de mist verjaagt. Dat lege graf mij alleen maar nu laat zien. Goddank, als hij de dood ontmoet, dan blijft er niks over, blijft er niks achter. Dat zelfs een leeg graf nog reden is tot blijdschap. Dat je gaat zingen met Paulus, dat hij is overgeleverd tot aan het kruis om je overtredingen. En hij is opgewekt tot je rechtvaardigmaking. Ik kan leven met God deze week, want het is Pasen geweest. Ik stond daar bij de Rode Zee. En ik keek naar voren en dat was die zee. En ik keek achterom en ik werd al bang. Wat komt daar aan? Ik kon geen kant op. En toen dat woord van u en opeens was daar een pad. En nu ga ik verder lopen. Op weg naar het beloofde land. Zoals die vrouwen verder gaan lopen. Terug naar huis. Pasen is te groot voor ons kleine hart. Ook dat van die vrouwen. Je kunt je natuurlijk afvragen, wat hebben zij ervan begrepen eigenlijk allemaal? Wat dat betekent. Maar ik stel me toch voor, gemeente, dat die vrouwen lichtvoetig naar huis zijn gegaan. Veel lichtvoetiger dan ze heen gingen. Met al hun zorgen en al hun liefde voor hun heiland. Lichtvoetig naar huis met alles wat ze nog niet begrepen en het gaf niks. Lichtvoetig naar huis. En je ziet ze ook zomaar de een tegen de ander zeggen, joh, zullen we gaan huppelen? Niet dat je het allemaal snapt en begrijpt, maar je hebt een woord van God gehoord. Hij is opgewekt en de opgewekte is Jezus.
als hij het is, probeer het dan toch maar eens tegen te houden op weg naar huis. Die lichtvoetigheid, dat huppelen. En al krijg je niet helemaal hard uit je mond, dat je dan toch maar zachtjes gaat zeggen. Het is Pasen. Halleluja. Amen.